Goed dat je weer kijkt naar Ludios Online. Vandaag hockey. Wat heb je nodig om thuis hockey te kunnen oefenen? Ik gebruik zelf een bezemsteel. En aan het uiteinde heb ik wat karton vastgeplakt met duct tape. Zoals je hier kan zien. Zorg dat het goed is vastgeplakt en dat het niet gaat wapperen. Als bal gebruik ik een tennisbal. Heb je geen tennisbal? Niet getreurd. Maak je van aluminium een klein balletje. En die kan je dan ook dan als balletje gebruiken. Hoe houd ik mijn stick vast? Mijn voorkeurshand die gaat onderop. En mijn andere hand die gaat bovenop. Als ik de bal heen en weer wil bewegen, dan doe ik dat met mijn bovenste hand. Mijn onderste hand zorgt ervoor dat mijn stick niet alle kanten op kan gaan. Dus ik hou hem heel lichtjes vast, zodat hij wel in mijn hand kan blijven draaien. Het ziet er als volgt uit. Wat belangrijk is bij deze beweging, is dat je je elleboog wat naar buiten steekt. En dat je de bal heen en weer beweegt in een vloeiende beweging. Om een beetje gevoel te krijgen met hockey, gaan we nu door naar stap 2. Nu gaan we ervoor zorgen dat we de bal in een lange veeg naar links spelen of naar rechts en snel op tijd weer tegenhouden. Dat ziet er als volgt uit. Neem hem weer terug en je zweeft hem. Zorg ervoor dat je kan strekken en gebruik je knieën goed. Heb je dit goed onder de controle, kan je door naar stap 3. De volgende oefening is een hele leuke oefening, want de bal gaat nu door je benen. Het gaat als volgt. Belangrijk is dat je je ogen altijd op de bal houdt en dat de stick altijd in contact is met de bal. Gebeurt dat niet, dan gaat hij alle kanten op. Dus je blijft naar de bal kijken. Wat belangrijk is dat je je arm, dus de bovenste arm, draai je mee met de beweging. Steeds verder, 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 verder. Gaat dit goed? Probeer het dan sneller. Natuurlijk ook belangrijk is dat je je benen spreidt, waardoor de bal beter door je benen heen kan. Voor jou nu de uitdaging om ze alle drie achter elkaar te doen. Lukt jou dit? Upload je video met hashtag Ludios en ik zie jullie de volgende keer.